Volgen vanuit Japan. Een getuigenis van Rut. Niet elke maatschappij staat open voor een initiatief als dat van de boekenjagers. In Japan kent men, zei het dan nog beperkt, initiatieven als boekenruilkasten, en mijn lokale bibliotheek heeft altijd een doos met boeken die gratis mogen worden meegenomen. Maar gewoon op straat kan een voorwerp erg lang op de verloren plaats blijven liggen. In de hoop dat de rechtmatige eigenaar zal langskomen. Verdwaalde portefeuilles met hun inhoud en andere waardevolle voorwerpen worden netjes bij de politie afgeleverd. Japanners houden zich aan het principe: raak niet aan wat niet van jou is. Momentum krijgen in boekendrops zou dus erg moeilijk zijn. Maar het uitgangspunt van het Japanse principe en dat van de boekenjagers hebben een erg belangrijk iets met elkaar gemeen, namelijk respect. Respect voor andermans spullen enerzijds in dit Aziatische land, respect voor boeken, voor de natuur en voor elkaar anderzijds in het land waar ik opgroeide. In de zomer van 2019 leerde ik de boekenjagers kennen. Ik was op vakantie in België en hoorde een interview op de radio. Hoewel ik nog nooit een boek dropte, werd ik lid en bleef het ook. Momenteel lees ik mee vanuit Japan over de boeken die gedropt of gevonden zijn. en sinds COVID-19 ook over meer uitgebreide boekgerelateerde onderwerpen. Vragen over e-readers, over boekentitels die men vergeten is. Over boekentips voor eender welke leeftijdscategorie of interesse en noem maar op. Wat me dadelijk opviel bij de boekenjagers, is de manier waarop leden elkaar behandelen. En dit brengt me terug tot respect. Welke vragen de leden ook stellen, of deze nu al etterlijke malen gesteld is of niet, de antwoorden komen altijd snel en in een hoffelijke taal. Op andere groepspagina's hou ik mijn hart vast als ik de soms harde en aanvallende reacties lees bij bijvoorbeeld een simpele spel of tikfout. Maar bij de boekenjager speelt dat niet. Komt deze positieve energie van de gedeelde liefde voor boeken? Geen idee, maar je zal ver moeten jagen om een gelijkaardig respect te vinden.